Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. Dela, voor elkaar. Dag dames en heren, hartelijk welkom vanuit Italië. Het land van de mooie pleinen, het lekkere weer, het heerlijke eten natuurlijk. Maar ook het land van de regerend Europees kampioen volleybal bij de vrouwen. Maar als het aan de Nederlandse volleybalsters ligt, komt daar deze zomer verandering in. Want de ploeg van bondscoach Avital Selingen bereidt zich op dit moment, onder meer hier in Italië, hard voor op het Europees kampioenschap van over 2 maanden. En de komende weken volgen wij de Nederlandse volleybalsters in dit programma op de voet. In deze aflevering de 2 oefenduels van de Oranje Dames tegen aartsrivaal Italië. Met Ballon Vlier komen we in oosterse sferen in een Japans restaurant. En wat is het grote geheim achter een goed blok? Het belangrijkste toernooi deze zomer voor de Oranje Dames is dus het EK. Dat begint op 23 september, is hier in Italië en in Servië. Maar het uiteindelijke doel, dat zijn natuurlijk de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Maar de weg naar Londen is vrij lang en ingewikkeld. En de Oranje Dames moeten zich nog plaatsen voor de Spelen. Maar ze kunnen op het EK een hele belangrijke stap zetten. De Nederlandse damesploeg is sinds half juni compleet. Bondscoach Avital Selingen trainde de afgelopen winter met een deel van de selectie. Maar sinds vorige maand hebben ook de internationals uit de buitenlandse competities zich gemeld. In topsportcentrum Almere werkt Selingen met zijn ploeg toe naar het hoogtepunt van deze zomer, het EK. We hebben gekozen om goede arbeid-rustverhouding, iets later met deel van de groep, iets later beginnen. En stap voor stap groeien naar topvorm tijdens de EK. Oranje doet dat door veel oefenwedstrijden te spelen en de ploeg gaat nog voor trainingsstages naar Canada en Tsjechië. Maar de weg is nog lang. We zijn al vroeg begonnen en we wisselen heel veel. We hebben veel pech, veel blessures en we spelen met heel veel mensen. En ja, dat is wel iets heel positiefs, maar je ziet gewoon dat de vastigheid nog niet echt er is. We moeten constanter worden en op belangrijke momenten moeten we het afmaken. En dat zijn, ja, het zijn hele kleine dingetjes denk ik, maar wel heel belangrijk. En we hebben nog wel een lange weg te gaan. En die weg moet leiden naar een finale plaats op het EK. De ploeg kan dan door deelname aan de World Cup een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen afdwingen. Want dat zit nog steeds in het achterhoofd. Ja, tuurlijk. Ja, dat is toch het uiteindelijke doel. Dus daar gaat het ook wel om. Maar als eerst het EK maar zien en dan kijken we verder. Op weg naar het EK en uiteindelijk de Olympische Spelen volgen we de verrichtingen van de Nederlandse volleybalsters. Maar we stellen ook de speelsters aan u voor. Om te beginnen vandaag aanvoerder Manon Vlier. Afgelopen jaren uitgegroeid tot het boegbeeld van Oranje. Manon Vlier kent Italië als geen ander. Ze speelde hier de afgelopen jaren in de Italiaanse competitie. Nu is de aandacht gericht op Oranje, maar komend seizoen speelt ze in Japan bij Torai Aeros. En dus namen wij haar mee naar een Japans restaurant om na jaren Italiaans voedsel een beetje te wennen aan het Japanse eten. Hou je van Japans eten of niet? Ja, super. Ja, dat vind ik echt lekker. Zeg, vroeger was het natuurlijk nog niet echt gebruikelijk om ook thuis Japans te eten. Maar heel toevallig gisteren hebben we sashimi thuis gegeten. Bij de visafslag in Scheveningen verse vis gehaald. Oké. Ja, nee, lekker. En je hebt een jaar nu in Italië gezeten, dus dat
dat is dan ook een hemel om te zijn qua eten, toch? Ja, ja, ik hou ook echt van lekker eten en dat kan daar zeker. Was het een goed seizoen, ook qua volleybal? Ja, ik heb het eigenlijk wel goed gehad. Ja. Ik heb daarvoor twee wat moeilijkere jaren gehad. Dat ik niet helemaal dat kon laten zien wat ik kon, zoals ik met het nationaal team ook al speelde. En de afgelopen jaar is me heel goed bevallen. Kon ik heel goed mijn ding laten zien. Voor het eerst dat ik ook mezelf gewoon heel goed kon redden. Dat andere jaren merkte ik gewoon dat ik best wel afhankelijk was van een trainer die mij voortdurend een beetje op gang hielp. En tegen mij zei van hey, hier gaat iets fout. En die moet eventjes hier en daar op letten. En nu moest ik alles zelf. Dat was andere jaren ook zo dat ik alles zelf moest doen. En dit was voor het eerst dat ik gewoon merkte dat wat er ook gebeurde, alle randvoorwaarden. Het was gewoon, ik kon gewoon zorgen dat ik zelf niveau haalde zonder dat ik mensen nodig had die mij daarbij hielpen. Het Italiaanse leven, dat bevalt je wel? Ja, het is een mooie cultuur natuurlijk. We zijn veel buiten, veel op straat, gaan veel eruit om te eten of een drankje te doen. En, dus dat is wel... nu ga ik natuurlijk naar Japan, dus dat is even wat anders. Dat was een beetje wennen nu. Ja, het is anders, maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer leuk. Eet smakelijk, want het moet er niet... Nee, dat zou zonde zijn als het koud wordt. Precies. Ja, eet smakelijk. Manon Vlier kent Italië, maar Nederland en Italië zijn op volleybalgebied sowieso geen onbekenden voor elkaar. Ze komen elkaar ieder groot toernooi wel tegen. Verstoppertje spelen is er eigenlijk niet bij. En dus oefenden de nummers 1 en 2 van het vorige EK afgelopen week tegen elkaar in Costa Volpino. De beker van de Costa Volpino, oftewel de Trofeo Lucchini, staat op het spel in deze oefencampagne in Italië. Waarin Nederland zal aantreden tegen aartsvijand Italië. Hier Francine Huurman in de eerste set. Met een moeilijke serve. Bal op het midden van Arringhetti. Die bal wordt nog met veel inspanning geprobeerd terug te brengen over het net. Maar dat lukt niet. En Bozzetti van Italië, een van de talenten. Zij serveert hier. En daar wordt de bal meteen afgemaakt. En dat betekent de setwinst voor Italië. Dan in het veld een nieuw gezicht. Femke Stoltenborg. Zij mag proberen om de spelverdeling meer structuur te geven. En Nederland meer in het spel te betrekken. Lonneke Sloetjes. Rustig ingehouden slag. En dan op midden Caroline Costa Grande van de origine Argentijnse in het veld. Voor Italië in dit geval. Lange rally. Misschien op het afgemaakt door Manon Vlier. Dat lukt niet. En dan in deze rally nogmaals aan de buitenkant. Ortolani. Lukt ook niet. Terug naar Sloetjes misschien. Nee, nog een keer Vlier. En dan, nee, ook niet een killblok. Sloetjes onderhands over het net. Gaat hij dan wel gescoord worden? We gaan het zien. Italië, vrije kans. Bozzetti, bang. En dan Sloetjes. En die lukt het niet om de bal terug te krijgen. Dus deze Bozzetti maakt een einde aan deze prachtige rally. Nederland en Italië op ouderwets niveau. Arringhetti. Grothuis met de passing. Wensink op rechts voor. Probeert aan te vallen. Ortolani, geblokkeerd. Maar de vechtlust aan de kant van Italië is groot. Nederland nogmaals. Achterover. Ja hoor. Nee. Voorlangs. Prachtige combinatie. De Italianen zagen het niet. En Vlier kan het afmaken. Sloetjes. Ook een van die talenten die nu in het Nederlands team gaan doorbreken. Prachtige bal. Gaat hij uit of in op het setpoint voor Italië. Ortolani maakt deze bal. En Nederland staat met 2-0 achter. Maakt een grote sprong in die wedstrijd. En hier al de laatste bal van de wedstrijd. Manon Vlier slaat de bal in de blokkering. Dat betekent een 3-0 verlies voor Nederland. Lichtpuntje in deze wedstrijd is de 400ste interland van Francine Huurman. Echt? Was het vandaag? Oh. Ik wist dat hij eraan zat te komen. Ja. Nou, dat is jammer dat we die verloren hebben. Maar ja, jeetje, 400. Best veel. Ja. Lonneke, jij loopt nog niet zo lang mee. Hoe is het om in dit team nu mee te draaien? Ja, het is echt superleuk. Echt, ik kan zoveel leren en het is echt een goede sfeer en ik voel me helemaal thuis. Dus het is echt heel leuk. Wat betekenen jullie dit voor haar? Nou ja, we hopen dat we een soort basis kunnen leveren waar zij gewoon aan kan haken. En nou ja, ze doet hartstikke goed. Je merkt eigenlijk niet dat ze nog maar zo kort bij het team zit eigenlijk. De Italiaanse volleybalfans hebben natuurlijk vooral al voor hun eigen ploeg. Maar toch zijn ze ook
De oranje volleybalsters is niet helemaal vergeten. En zeker Manon Vlier niet, die hier de afgelopen jaren in Italië speelde en geen onbekend is. Manon Vlier. Is very good Manon player. Very good player, Manon Vlier. Now in Italy is Cavolini, Pesaro. Now. Manon Vlier. La Vlier. La Vlier. Vlier. Voglio io. I want. Okay. Manon Your Vlier. Good player. Dianoi. It's not so good for Italy, but this it's a business. And she's so happy to go in Japan. She's very happy. あの高いレベルを持ったね、素晴らしい選手なんで、まあ私たちあの日本で3年連続優勝して、この前は優勝できなかったんです。ぜひまた優勝するために高いレベルの選手ということで、ぜひマノン選手に日本でプレーしていただきたいということで。 夢が叶いました。 Na deze zomer draagt Vlier dus het shirt van Torai Arrows. Maar in het Japanse restaurant is Vlier vooral ook met haar gedachten bij Oranje. Ziet er goed uit. Ja, natuurlijk. Is het wennen om weer terug in Nederland te zijn ook? Ja, ik moet zeggen dat ik nu echt al wel gewoon helemaal weer, ik weet dat ik me helemaal weer thuis voel, maar de eerste week terug in Nederland nadat ik terugkwam van Italië merkte ik dat ik gewoon echt wel een beetje half Italiaans was geworden. En in Nederland niet direct weer helemaal thuis voelde, terwijl het normaal gesproken eigenlijk altijd wel zo was. Het is een belangrijke zomer. Ja, zeker. Ja, pre-Olympisch jaar. Ja, precies, EK. Ja. Maar ook dus kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ja, dat valt nog binnen dit jaar. In eerste instantie richten wij ons op de EK. In 2009 stond je in de finale. Ja. Is dat haalbaar, Peer? Dat is zeker wel haalbaar. Dat kan. Het zit erin. Als je kijkt naar hoe ons team we hebben uitgebreid en het niveau van de individuele speelsters en hoe wij als team nu aan het werk zijn met allemaal mensen eromheen. Van het uren maken tot aan mentale training, tot aan al die toernooien die we nu doen en de oefenwedstrijden die we gaan spelen. Kijk, het wordt heel moeilijk, maar als alles op zijn plek valt, dan is dat zeker mogelijk. Bij ons is het toch wel gebleken dat we heel erg met ups en downs gaan. En we hebben ontzettend hoge pieken en dan creëren we ook een heel hoog verwachtingspatroon voor onszelf, maar ook voor de buitenwereld. Maar dan kan er ineens een andere dag zijn dat het toch soms wel even wat tegen zit en dat het is niet altijd te verklaren, maar dan... Dan loopt het gewoon niet. Nee. En ik hoop dat we stabiel worden. Toch, dat we daar deze zomer is stabiel worden. Ja, dat zal wel. Dat is nodig. En ik hoop ook dat gaat lukken. Straks eten we verder met Manon Vlier in het Japanse restaurant. En straks ziet u ook het geheim achter het blok. Goede timing om bam op de schoenen terug te krijgen. Nou, dat is een geweldig gevoel. Tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. Dela, voor elkaar. Welkom terug in Italië. De Nederlandse volleybalsters zitten midden in de voorbereiding op het Europees kampioenschap dat eind september, begin oktober hier in Italië en in Servië gespeeld wordt. En de afgelopen week waren ze al hier in Italië om twee oefenwedstrijden te spelen tegen de aardsrivaal in Costavolpino. Hier de ploeg die aankomt in de sporthal. Nog een beetje bedrukt vanwege die 3-0 nederlaag van de dag ervoor. En we gaan eens kijken of dat in deze wedstrijd anders gaat zijn. Stoltenborg weer op de spelverdeling. Huurman op het midden. Grotius aan de buitenkant en vier diagonaal. En daar ziet u het al. 24-21, het gaat goed voor Nederland. Nadat de eerste twee sets waren verloren, nu wel in die derde set, kwam er een stroom in het team en ging het team beter draaien. Sloetjes met een prachtige bal aan de buitenkant. En nu weer op het midden. Prachtig op het midden. Francine Huurman. 400 interlands, maar je ziet er nog geen enkele sleet op terug. Balletje naar buiten. Sloetjes kan hem afmaken. Prachtig gedaan.
En dat betekent ook dat Nederland vol in die wedstrijd zit met Huurman aan de surf. Bal aan de buitenkant. Costa Grande kan niet scoren. Sloetjes verdedigt de bal goed. En dat betekent Caroline Wensink maakt op het midden die vierde set af. Zeer goed gedaan. Teruggekomen in de wedstrijd na een 2-0 achterstand. Nederland trekt gelijk 2-2. Ortolani in die vijfde set kan Nederland doorsteken en een vijfde set winnen in Italië tegen Italië. We gaan het zien. Oeh, scherpe bal hier op Sloetjes. Ja, die durft dat nog niet aan. En Italië pakt het punt. Nogmaals Ortolani. Oeh, moeilijke bal. Fantine weet dat fantastisch te pasen. En daardoor de goede aanval op het midden van Caroline Wensink. Manon Vlier op matchpoint. Zij neemt alle risico's en slaat de bal uit. Dat betekent het verlies voor Nederland met 3-2 tegen Italië. Goed teruggekomen in de wedstrijd, maar helaas. Ja, we begonnen niet echt sterk. De eerste twee sets waren we een beetje afwachtend en namen niet echt initiatief. En daarna ja, ging het beter. En de vijfde set konden we niet afmaken. Een paar kantjes gehad, maar ja, helaas. Zwaar beter. Dus de eerste twee sets hadden we echt geen antwoord op de hadden we geen verdediging. En in de derde en de vierde set kwam dat wel. En dus zag je ook echt dat ons spel echt beter werd. Maar de Ortolani nummer 11 hadden we meer te pakken en daardoor ja, kwamen we meer aan spelen toe. Het kan een hele mooie zomer worden voor de Oranje Volleybalsters. En ook aanvoerder Manon Vlier hoopt natuurlijk op succes straks op het Europees kampioenschap. Daarna gaat ze dus naar Japan. Ze gaat spelen bij Torai Arrows. En we gaan nog één keer terug met haar naar het Japanse restaurant om al een beetje in de Japanse sferen te komen. Waarom Japan? Ik heb een goed seizoen gehad in Italië en in principe zag ik dat ook nog wel zitten om daar te blijven. Maar ja, door allerlei omstandigheden was het niet zo dat ik bij die club kon blijven. En diende dit zich eigenlijk aan. Alle voorwaarden waren goed en een nieuw avontuur. En ik denk waarom niet. En in eerste instantie dacht ik tot de Olympische Spelen prima nog een jaartje in Italië zitten. Maar dit, op een of andere manier diende dit zich aan en was dit de beste oplossing. Ja. Voor nu. En Shane Stalens heeft er gezeten afgelopen jaar nog. Ja. Francine heeft er gespeeld, ja. Huurman. Heb jij me nog gebeld om even te vragen van moet ik het doen of moet ik het niet doen? Tijdens de trainingen, want op dat moment was ik alweer terug in Nederland. Toen ik dat echt serieus ging bespreken, heb ik wel een beetje over gehad. Dus zij kunnen me wel een beetje adviseren als ik hier nou wat vragen heb. Maar echt heel veel vragen zijn niet. Want ik heb ook zoiets van ik ga dit avontuur gewoon aan en ik spring erin. En ik zie wel wat er gaat gebeuren. En, wat er op me afkomt en hoe ik het ga hebben daar. Ja, is het echt een avontuur? Of? Nou, ik zie het wel als een avontuur eigenlijk. Het is niet heel lang, maar het is een... het is natuurlijk wel nieuw. Ik ben er wel geweest in Japan en ik weet wel hoe het is om daar te volleyballen. Maar ik heb nog nooit daar echt gewoon maandenlang gezeten. En het zal wel weer wennen zijn. Ik ben helemaal gewend aan het Italiaanse volleybalspel natuurlijk. Dus en het hele wereldje, hoe dat gaat en de cultuur. Ja. En dit is wel weer wat nieuws. Maar alles wat ik heb gehoord van, ook Avital heeft natuurlijk, Sintje heeft daar jarenlang gecoacht. En die twee meiden, Francine Huurman en Shane Stalens, die weten gewoon ook van het reilen en zeiden daar. En het schijnt echt super georganiseerd te zijn. Alles helemaal tot in de puntjes geregeld. En gewoon op en top volleybal. En, daar ben ik gewoon wat benieuwd naar. En in dat opzicht zie ik het als een avontuur. Ja. Maar dat is pas voor later, want eerst nog het EK. Eerst nog het EK, ja. En dat duurt zelfs nog eventjes. Ja, ja. Autografie. Ja, of course. Oh, of course. Hier wakker. De Nederlandse volleybalsters behoren tot de Europese en ook tot de wereldtop. Dat is het gevolg van heel hard werken, veel trainen, veel uren maken. Dat is noodzakelijk in het volleybal. De speelsters geven iedere aflevering uitleg over één volleybalonderdeel. Dat is zeker belangrijk. Het is toch eigenlijk een belangrijke verdediging wat je toepast in het spel. Dus het hangt vooral heel erg af van de surf. Dat is onze eerste verdediging. Als we een goede surf maken, dan blijft de paas vaak hangen. En dan kunnen we meer
een hogere bal verwachten, zodat je meer tijd hebt om bij de buitenkant aan te sluiten. We springen eigenlijk tegelijk met de aanval. Wij zetten het blok eigenlijk heel vroeg. Dus wij willen eigenlijk met onze handen over het net hangen op het moment dat de bal al geslagen wordt. Zodat er al echt een heel gebied voor de aanvaller is weggenomen, zou ik maar zeggen. Dus bij ons is het motto vroeg springen. Mijn handen, vooral over het net. Dus de vingers gespannen. En eigenlijk zo breed mogelijk de vingers spreiden en naar de bal toe reiken. Altijd eigenlijk op de bal? Ja, eigenlijk op de bal, altijd, ja. Wie zet het blok? Hangt er vanaf waar de bal heen gaat. Als de bal naar de antennes gaat, is het toch de buitenmensen die het blok zetten. Op midden ben je vaak meer eigen baas, zou ik maar zeggen. Je kijkt video van tevoren bij zo'n wedstrijd en dan zie je ook wel dat de aanvaller veel diagonaal slaat of veel juist rechtdoor pakt. Of heel veel via de handen. Nou, daar hou je dus allemaal rekening mee. Dus dat je het blok heel erg dicht tegen de antenne zet bijvoorbeeld. Als wij tegen Cuba spelen, is bij de hele hoge ballen. Dan ga je al heel anders blokken. Dan moet je echt naar de bal toespringen en echt een hoog blok zetten om de bal te pakken. Speel je tegen kleinere teams als Japan, die spelen veel sneller. Dan is het veel belangrijker dat je niet hoog blokt, maar dat je veel meer over het net heen blokt. Eenmans blok is vooral het midden af te remmen. Dus als zij heel veel midden eerst tempo proberen te spelen en de paas die komt goed en snel het net, dan probeer ik nog wel eens gewoon vol mee te springen. Dus een tweemans blok zo veel mogelijk te zetten eigenlijk. Je moet goed in de gaten houden wat er gespeeld gaat worden. Op een gegeven moment komen de patronen in het in de aanval van de tegenstander. Dus je weet op een gegeven moment bepaalde rotaties. Dat een bal bijvoorbeeld veel naar rechts gaat of veel naar links. Dus dat hou je dan wel van tevoren al hou je daar rekening mee. Ja, de kick komt een goede timing en dan echt wel een stevige aanval en dan gewoon echt de handen, ja, goede timing en bam op de schoenen terug te krijgen. Nou, dat een geweldig gevoel. Spanje, Bulgarije en Rusland. Dat zijn de drie tegenstanders voor de Nederlandse volleybalsters op het Europees kampioenschap in de groepsfase. En om de oranje speelsters alvast op scherp te zetten, laten we ze iedere week die drie tegenstanders omserveren. Tot zover deze aflevering van The Road to London, waarin we de Nederlandse volleybalsters volgen op weg naar het Europees kampioenschap later deze zomer en de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Volgende week, dan zijn wij weer. Voor nu, bedankt voor het kijken en ciao. En volgende week blikken we met voormalig bondscoach Bert Goedkoop en ex-international Alice Levering terug op het EK 1995. De Oranje Dames schreven volleybalgeschiedenis door in eigen land Europees kampioen te worden. Ik heb daarna nog vele mooie dingen mee mogen maken, maar het EK 95 was voor mij het hoogtepunt in mijn hele coachingcarrière. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dela. Dela, voor elkaar.